Ik denk een leven zonder, ja, dat zou het wel zijn, denk ik. Hè. Een leven zonder, om te beginnen in de eerste plaats voor onze dochter zelf. Dan zou ze kunnen gewoon genieten van zeg maar iets eenvoudigs als bij haar vriendinnetjes gaan slapen in het weekend. Maar zoiets eenvoudigs als dat zou zomaar mogelijk zijn. Of bijvoorbeeld ook, dan zou ze kunnen naar de scouts gaan. Zou ze een dag kunnen spenderen bij de scouts, kunnen gaan ravotten. Zonder dat ze daar nadien dan weer een prijs voor betalen, bijvoorbeeld door een aanval of bijvoorbeeld doordat ze zich niet goed voelt, zoals laatst ook. Dat ze daar dan 2-3 dagen echt helemaal belabberd van is. En gewoon omwille van het feit dat ze inspanningen gedaan heeft tijdens het weekend met de scouts. Dus dat voor haarzelf denk ik dat dat al een groot verschil zou zijn. Bijvoorbeeld ook, ze zou gewoon hele dagen naar school kunnen gaan als ze geen epilepsie heeft. Dat zou ook wel eens fijn zijn, zowel voor haarzelf als voor ons. Dat zou wel leuk zijn. Ik denk ook, voor ons als gezin zou dat ook wel eens een verademing kunnen zijn van gewoon eens een keer de dag te nemen gelijk als dat hem komt en gewoon te kunnen zeggen van oké, vandaag het heeft gesneeuwd, we gaan naar Dardenne, we gaan een dagje stappen of we gaan eens proberen te gaan skiën. Ja, die verplaatsing, dat kunnen we ons vandaag niet inbeelden dat we dat zouden doen, dat we zoiets zouden kunnen improviseren. Dus, dat zou wel leuk zijn eigenlijk. Gewoon zo eens kunnen opstaan en zien wat dat de dag brengt en dingen, leuke dingen doen zonder dat we ons daar moeten zorgen over maken over hoe dat de dag gaat verlopen. Ik denk ook dat we waarschijnlijk een stukje minder gehaast zouden zijn of minder gejaagd zouden zijn. Zoals dat vandaag het geval is, hè, dan zouden we niet op ons uurwerk moeten kijken. Het is 8 uur, tijd voor de medicatie. Of dan zouden we niet moeten terugkeren omdat we de medicatie vergeten zijn. Hè. Ik zeg maar iets, we gaan op restaurant en dan, we zijn de medicatie vergeten. Dat zou wel eens leuk zijn. En ik denk waarschijnlijk ook, als ik dan naar mezelf kijk. Ik zou waarschijnlijk ook wel een andere mens zijn. Ik denk dat ik naar mijn collega's toe, of zelfs naar het gezin toe, naar mijn zoon, naar mijn echtgenote, ik denk wel dat ik waarschijnlijk wel wat vriendelijker of wat liever zou zijn, of wat meer met mijn aandacht bij hen kunnen zijn en misschien ook niet zo snel geprikkeld geraken. Door alles wat er gebeurt. De gewone dingen in het leven, ja, die zouden mij waarschijnlijk veel minder. Ik zou daar waarschijnlijk met veel meer aisance kunnen op reageren dan dat ik dat vandaag doe. Dus ik zou een aangenamer vriend,